Ik open de vergadering van vandaag 26 oktober, direct na de herfstvakantie. En als je naar het aantal raadsleden zou kijken, dan denk je misschien zijn er nog een aantal met vakantie. Maar er zijn er wel een aantal afwezig. En dat is de heer Van der Heijden van de ChristenUnie vanwege werkzaamheden. En de heer Kramer van de SP, vanwege dezelfde reden. En ik heb twee afmeldingen vanwege ziekte van mevrouw Wanders van de SP en van de heer Nijenbanning van de VVD. Dus we zijn vanavond met 19 raadsleden. Mag de pret niet drukken, want ik heb het idee dat er vanavond niet alleen koffie geschonken wordt, maar dat ook het automatische plakje cake of stukje koek er iets anders uit gaat zien. En meneer Maasen, misschien wilt u zelf vertellen waarom u van mening bent om ons op wat lekkers te gaan trakteren. Dank u wel, voorzitter. Ik was trouwens al veel eerder aan de beurt geweest om te trakteren, maar ik vergat dat iedere keer weer. Maar er was nu een duidelijke reden. Mevrouw en ik waren afgelopen donderdag 50 jaar getrouwd. Dan kan ik natuurlijk zeggen... Nu kan ik natuurlijk zeggen, dat komt tegenwoordig niet zoveel meer voor, maar dat zeg ik niet. Maar wat ik zeker weet, dat het natuurlijk in deze raad niet zo vaak voorkomt. Laat ik het daar maar bij houden. Dus mijn vrouw en ik zijn daar uiteraard erg dankbaar voor. Want wij zien dat het ons gegeven is. En ik zou daar nog bij kunnen zeggen dat ik er ook zelf niet zo geweldig mijn best voor heb gedaan, maar goed. We hebben het gehaald. En dit geeft mij ook nog even een reden, voorzitter, om in uw richting te zeggen dat ik, en dan spreek ik even als burger van deze gemeente, wij hebben ook een brief gekregen van de gemeente, ondertekend door de burgemeester. En dat hebben wij bijzonder op prijs gesteld. Dat zal wel de eerste gelegenheid zijn dat je een brief krijgt. En omdat burgers toch niet vaak de kans hebben om dat te zeggen, wil ik dat nu even zeggen. Zeer hartelijk bedankt. Graag gedaan, meneer Maasing. En ik ben blij dat u ons mee laat delen in de vreugde van het 50-jarig huwelijksfeest van u en uw vrouw. En dat ons kopje koffie een beetje veraangenaamd vanavond. Ik zou zeggen op naar de 60, meneer Maasing. Want als ik het dan nog mee mag maken, kom ik ook op bezoek. Oké. Ik kijk nog even naar de rechterzijde in het kader van mededelingen. Nee, niet het geval. Mag ik dan met u de agenda vaststellen met de opmerking dat agenda punt 16, het vergaderschema, in gewijzigde vorm naar u toe is gekomen. Door de griffie verzonden met de toelichtende e-mail. Dus u heeft nu het juiste schema op uw iPad staan. En dat vindt zonder debat plaats, dus... Dat is aan het eind van de vergadering. Mag ik de agenda dan zo vaststellen? Ja? Dan ga ik met u langs de agendapunten. Er hebben zich geen insprekers gemeld. Dus we kunnen gaan naar de besluitenlijst van 21 september. Redactioneel. Pagina 1. 2. Wethouder Brongers. Het gaat om punt 11 bij de rondvraag. Ik heb het antwoord gegeven dat ik dat onderwerp mee zal nemen in het regulier veiligheidsoverleg. Dat moet zijn in het overleg werkgroep verkeer. Dat was naar aanleiding van de vraag van de heer Gelling van het CDA. Ja. Ja. Oké, met die wijziging in ieder geval redactioneel aangepast. Pagina 3. Pagina 4. Niet het geval... Dan is de besluitlijst vastgesteld met dank aan de notulisten. Naar aanleiding van pagina 1, 2, 3 en 4. Geen aanleiding. Dan gaan we naar de lijst met openstaande toezeggingen en moties. Mag ik u eerst meenemen met het voorstel om punt 46 op de lijst... af te voeren. U hebt bij de afgelopen wekelijkse mail van afgelopen vrijdag heeft u de procedure
ter informatie gehad. Dus die mogen we afvoeren. Akkoord. Dan punt 82. Dat zou een avond worden voor het sociale domein. Die is nog niet georganiseerd. Vanuit de Griffie heb ik begrepen dat dat in overleg met de organisatie in januari plaats gaat vinden. Dan. Dus dan zou het februari, maart worden qua einddatum. Mag ik daar 1 maart van maken? Ja? Met die wijziging. Punt 84, dat wil wethouder Brongers graag nog even aanvullen. Ja, dank u wel, voorzitter. Het gesprek, zo kunnen we lezen, heeft plaatsgevonden op 8 oktober. Daarin is voorgesteld om een parkeerverbod in te voeren. Dat voorstel is nog niet helemaal voldoende uitgewerkt en daar komen wij op een later moment nog op terug. Dan kunnen we die later staan. Is het reëel om een datum te noemen, wethouder? Januari. Januari 2016. Akkoord? Dan 86, wethouder Boon. Ja, dank u wel, voorzitter. Op dit moment is het zo dat er wordt gewerkt aan het verwerken van de resultaten van de gesprekken die zijn gevoerd met verschillende groepen, geledingen, personen die zich op het gebied van het armoedebeleid bewegen. Die gesprekken die hebben plaatsgevonden met ongeveer een ruim 50-tal personen. En het betekent in ieder geval dat het resultaat daarvan, om dat zowel informerend als opinierend te bespreken, nog niet op 2 november gereed zal zijn. Dat betekent, gelet op de agenda, dat die bijeenkomst zal doorschuiven naar de raadscommissievergadering van januari. Januari en dan vaststelling van het armoedebeleid in februari? In de maand daarna. Uiterlijke datum 1 maart. Akkoord? Akkoord. Nummer 89. Die brief is onderweg. Maar ik geloof dat de vleugels van de postduif in de herfstvakantie iets trager hebben gewerkt. Maar die is en route. Dus ik kan er eventueel de volgende keer af. Voorzitter. Meneer Klinkkamer. Nou ja, kijk, ik hoor net hè, dat een nieuw armoedebeleid op 1 maart, hè, even waar ik dan 1 maart, er is volgend jaar, zijn we 3 maand verder. En het zou denk ik wel prettig zijn als je gewoon in een nieuw jaar, een nieuwe start, dat je in januari al een armoedebeleid hebt. Wethouder Boon. Ja, natuurlijk is het zo dat hoe eerder je de zaken geregeld hebt, hoe beter dat het is. Maar ik denk dat gelet op de totale respons die er geweest is en die ons natuurlijk buitengewoon heeft verheugd van maatschappelijk betrokkenen op de uitvraag die er is geweest vanuit de afdeling hier, dat we die ook recht moeten doen en moeten zorgen dat datgene wat daarin genoemd is voorgesteld, dat dat ook op een fatsoenlijke manier verwerkt wordt en dat u daar ook als raad een duidelijk beeld van krijgt en ook een opinie over kunt vormen. En dat is de reden waarom we dat op deze manier doen. Voldoende? Ja, goed, het helder. En ik kan enigszins ook wel begrip opbrengen van dat allemaal nog geïnventariseerd moet. Aan de andere kant vind ik gewoon jammer dat je januari niet mee kunt starten met een nieuw armoedebeleid. Punt. Nee, andere punten hebben we gehad. Alleen dan nog de motie nummer 4. Motie over het hospice, die wordt, maar maak even deze af, meneer Hoogstra, goed. Motie die wou ik voorstellen om die af te voeren, want zoals u heeft kunnen zien hebben we daar de consequenties al van meegenomen in de najaarsnota, dus die wordt uitgevoerd. Akkoord, meneer Hoogstra, ga ik terug naar u. Ja, dat was het laatste punt op de lijst met de openstaande toezeggingen, nummer 91. Daar staat over het handhaven van de APV met betrekking tot overlast van hondenpoep. Daar staat dat de tekst op de website heeft gestaan. Dat klopt inderdaad. Daar staat ook dat hij in de kanaalstreek van 14 oktober zou hebben gestaan.
Wij hebben gezocht, maar wij hebben niet gevonden. Ook niet in de editie van afgelopen woensdag. Dus ons voorstel is om dat niet af te voeren, maar om dat bij de volgende, eerstvolgende gelegenheid alsnog in te plaatsen. Wethouder Brongers. Uiteraard correct opgemerkt. In de kanaalstreek van 14 oktober was onvoldoende ruimte om dit bericht te plaatsen. Dus die houden we nog aan. We pogen hem in de eerstvolgende te zetten, wethouder. Dus we maken daar december van. Prima. Ja? Oké. Okay. Daarmee de lijst met toezeggingen en moties voldoende behandeld. Akkoord. Gaan we naar de lijst met ingekomen stukken. Iemand die daarover het woord wil voeren? Meneer Dijkstra, mevrouw Meertens en meneer Mellies. Meneer Dijkstra, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Het gaat over ingekomen stuk nummer 6. Daar heb ik een vraag over. Zijn bij de zorgcontracten voor 2016 de zelfstandige werkenden en de identiteitsgebonden zorg meegenomen? Dat is mijn vraag. Dank u. Dank u wel, meneer Dijkstra. Mevrouw Meertens, gemeentebelangen. Ja, ik heb een vraag over punt 704. Dat is de brief van TSN over de code verantwoordelijk maatschappelijk marktgedrag thuis ondersteuning. Welk nummer van ingekomen stuk is dat? 0704. En daar wordt gevraagd aan de wethouder of om bij de wethouder op aan te dringen de tariefstelling marktconform aan te passen. En wij willen graag de reactie van de wethouder daarop weten. Maar er staat ook een advies, mevrouw Meertens. Er staat een advies bij. Advies van de agendacommissie aan u. Daar staat in handen van het college neemt u niet kwam. Dus die gaat zich buigen over een antwoord. Excuses. Oké. Okay. Meneer Mellies, fractie Mellies. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dus even ter informatie op agenda punt 7.3 over het houtdroog veroorzaakt longkanker. Ik op de weg hier, vlak voordat ik hierheen kwam, las ik net op RTV Noord dat de 23 Groningse gemeenten samen met de Universiteit Utrecht hier een onderzoek naar ingesteld heeft en dat het opgepakt is. En dat de gezamenlijke 23 Groningse gemeenten aansturen op na het onderzoek bij het Rijk. Misschien even gewoon even ter informatie. Misschien wellicht dat u het wist. Maar... Wij danken u voor de informatie en nemen het dus voor kennisgeving aan. Zoals het er staat. Daar kunnen we mee verder, hè? Oké. Dan blijft de vraag van de heer Dijkstra over en dan kijk ik naar wethouder Hamster. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben onze WMO-inkoop zo ingericht dat er een vrije inschrijving is. Los van enige godsdienstige inkleuring. Maar via PGB staat het ieder inwoner van ons vrij om een zorgverlener naar keuze in te kopen, in te huren. Zoals u dat ook in de verordening heeft vastgelegd. Dank u wel, wethouder Hamster. Voldoende, meneer Dijkstra. Dan was dat de lijst met ingekomen stukken. Dan ga ik naar inlichtingen uit het college. Geef ik het woord aan wethouder Hamster. Ja, dank u wel, voorzitter, nogmaals. Er is recent een uitspraak gedaan door de rechtbank Noord-Nederland, waarbij een voorziening is getroffen voor een inwoner van onze gemeente op het gebied van de huishoudelijke hulp. Op dit moment onderzoeken we de inhoud en de mogelijke consequenties van die voorziening. En daar komen we wellicht op een later moment bij op terug. Geen andere mededelingen vanuit het college? Nee. Voorzitter. Meneer Hofstra, Partij van Arbeid. Kan de wethouder ook een termijn aangeven waarmee hij daarmee terugkomt? Kijk, wacht even, wethouder Hamster, want er waren nog een paar vingers over hetzelfde punt. Zelfde vraag. Oké. Okay. Wethouder Hamster. Zo spoedig mogelijk. Dit jaar. Ik vermoed dat wij dit jaar nog wel gaan spreken over de huishoudelijke hulp. Meneer Pals, D66. Ja, ik vind het een mooi antwoord hoor, dat is zo spoedig mogelijk. Maar goed, dat is net zo hetzelfde als we komen erop terug. Hè. Dus eigenlijk hebben we daar niet zoveel aan. Ik wil toch eigenlijk, maar ik voel al aan mijn water dat ik u geen datum kan ontlokken. Maar u heeft gezegd, dit jaar komen we er nog op terug. Dat hoop ik ook werkelijk dat dat gebeurt, want het zinkt zich wel rond in onze gemeenschap. En
Het is geen item die je nou moet laten liggen. Dat zult u ongetwijfeld niet doen. Maar mag ik u dan aanhouden dat u dit jaar er nog op terugkomt? Volgens mij heb ik dat net gezegd. Goed zo. Oké, dan concludeer ik nu dat er een harde toezegging is van wethouder Hamster. Ja, nee, dit is test. Om te voorkomen dat we nooit weten wat wel of niet een toezegging is. Dit is een toezegging, dus die komt op de lijst en die moet voor de jaren ultimo door de college, door wethouder Hamster beantwoord zijn. Helder, hè? Ja, ja, maar daar wouden we graag naartoe. Goed. Geen vragen, uurtje. Geen interpellaties, dus dan ga ik naar de rondvraag. Mevrouw Sanders. Meneer Maasing, meneer Boels, meneer Gelling, mevrouw Schreur, meneer Mellies. Ja, ik heb wel iets. Afgelopen weekend kregen we het bericht onder ogen dat het bestuur van het plaatselijk belang Tange-Alteveer opgestapt was. En ik verbaas me nogal een beetje over de redenen en bewoordingen waarom ze dus opgestapt waren. Kan het college misschien daar iets over vertellen? Dank u wel. Meneer Dijkstra, meneer Van Beek, mevrouw Sterenborg, mevrouw Meertens, meneer Biese, meneer Pals, mevrouw Kroon, meneer Hofstra, meneer Klinkhamer, ja. Hetzelfde wat meneer Mellies vroeg. Wij waren ook zeer verbaasd en eindelijk ook geschrokken van het feit dat de plaats van Belang Alteveer was opgestapt, of is opgestapt. De inhoud van de media, hè, de mediabericht, nou, er staat daar een aantal scherpe formuleringen weer. En de vraag is ook of het college hier ook iets van af weet of ook herkent in dit stuk. En ten tweede van dat wat gezegd wordt, dat de gemeenteraad of dat de wijkraden niet betrokken zouden zijn bij de gemeenteraad, daar herkennen wij ons volledig niet in. Wij hebben juist heel veel contact met de wijkraden en in dit stuk staat heel duidelijk van dat de wijkraden of dat de gemeenteraad niet bij de wijkraden betrokken zou zijn. Nou, daar distancieren wij ons als fractie van. Een vraag en een statement. En een vraag, ja, precies. Dus we zijn wel heel erg verbolgen over het feit. En aangezien er toch, ja, toch ook wat af en toe wat geluiden zijn in meerdere wijkraden en ook positieve, maar ook wat kritische geluiden, hebben we toch het voorstel om eens een keer een commissieavond te organiseren en waarbij we alle 12 wijkraden maar eens gaan uitnodigen, zodat ze hun zegje kunnen doen. Maar ik denk dat het op zich niet zo'n verkeerd voorstel is om hier de wijkraden maar eens in levende lijven te ontmoeten en hun het zegje te laten doen. Maar misschien moet u dan naar de wijkraden toe, bedoelt u dat? Dat wij de wijkraden... In plaats van de wijkraden in ons huis? Nou ja, de vertegenwoordigers van de wijkraden hier laten komen en hun verhaal, of tenminste hun zegjes maar te doen over de zaken die goed gaan en niet goed gaan. Ik denk dat het goed is om ook even te kijken naar de planning van wat er allemaal gebeurt in het kader van expertmeetings, wijkbezoeken en dergelijke, om dat in de planning op te nemen. Maar het laatste nemen we even mee als een opmerking, meneer Klinkhamer, als u het goed vindt in de programmering. En de andere was een statement en een vraag die u onderschreef, die meneer Mellies ook stelde. Ja? Mevrouw Schipper. Mijn vraag gaat over de afvalstoffenheffing. En dat gaat met betreft de ledigingen die er zijn geweest en die bij heel veel nota's dubbel zijn aangekomen. Of dat er dus nota's waren waar dubbele ledigingen op stonden. En mijn vraag is dat bij jullie bekend? Ik zie jullie allemaal verbaasd kijken. Maar... Twee keer op dezelfde dag? Ja, dat ze dus... En ik denk te vermoeden hoe dat komt, dat ze dus die container twee keer oppakken en dan nog een keertje tikken. En dan is die niet goed geleegd en dan denken ze, nou, we doen nog een keertje en dat hij dan een extra tikje krijgt. Denk ik hoor, ik weet het niet. Maar mijn vraag is, de feit is gewoon dat er op de rekeningen bij meerdere mensen dubbele ledigingen staan op één dag. Oké. Niet bekend dus. Ik denk, we gaan zo even naar de wethouder kijken, maar... Mevrouw Segers, meneer Idema, mevrouw Luiken. Ja, ik wilde graag weten of het college al een besluit heeft genomen over het mantelzorgcompliment. Okay. Ik ga eerst naar de vraag van de heer Mellies en geef het woord aan wethouder Gelling. Ja, dank u wel, voorzitter.
voor wat betreft de mededeling van het bestuur van plaatselijk belang Alteveer. Met u waren wij verrast over deze berichtgeving. Wij waren verrast op de inhoud, omdat wij ons daar niet in kunnen herkennen. Als ook voor wat betreft het tijdstip, omdat juist veelvuldig er contact is met plaatselijk belang Alteveer over een aantal zaken die hier spelen. En wij daar heel nauwgezet de overleggen over hebben gevoerd. Dus met u waren wij ook verrast. Die berichtgeving heeft afgelopen weekend ons bereikt. We zijn nog niet in de gelegenheid geweest contact te hebben met de voorzitter, althans gewezen voorzitter, naar blijkt van plaatselijk belang Alteveer. En dat zullen wij uiteraard gaan doen en wij hopen dan daar meer over te vernemen. Wellicht is het goed om een en ander te koppelen aan een evaluatie die we gaan doen met de wijkraad. En ik kan me voorstellen, maar ook even afwachtend de procedure zoals de voorzitter aangaf, dat we proberen een en ander in elkaar te integreren. Laatste nemen we op als een toezegging vanuit de Griffie. Helderheid over toezeggingen. En dan denk ik, als we iets moeten organiseren in het contact met de wijkraden, dan organiseert in eerste instantie de Griffie dat in afstemming met de groep expert meeting. Eens? Ja, mooi. Ja, dacht ik al. Dan gaan we naar de vraag van, want daarmee is ook uw punt beantwoord, meneer Klinkhamer. Dan gaan we naar de vraag van mevrouw Schipper en geef ik het woord aan mevrouw Brongers. Ja, voorzitter. Mevrouw Schipper noemde al, ik zie u verbaasd kijken, dat was terecht opgemerkt, was mij niet bekend. Het is zo dat ook inwoners daar zelf melding van kunnen maken. En ik adviseer dat ook vooral om te doen. Maar het lijkt me goed om dit intern te bespreken en te kijken hoe dat voor kan komen en hoe dat netjes op te lossen. Dank u wel, wethouder Brongers. En dan de laatste vraag van mevrouw Luiken van de SP, wethouder Boem. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal proberen geen toezeggingen te doen. Maar het komt erop neer dat wij daar nog geen besluit over genomen hebben, maar dat wel op zeer korte termijn hopen te gaan doen. Voor 1 januari nog? We gaan elkaar niet vangen. Het zit in de normale beleidscyclus. Ja. Goed, hebben we daarmee de rondvraag volgens mij voldoende behandeld. Dan neem ik u mee naar agenda punt 12 en geef tegelijkertijd de voorzittershamer aan mevrouw Sterenborg. Ja, dank u wel. Wie wenst over dit agenda punt het woord? Dan wil ik het woord geven aan meneer Gelling, CDA. Voorzitter, bedankt. Op 15 juni heeft de CDA-fractie de voorkeur uitgesproken om de beleidsprioriteiten van de politie, die geldig waren in 2015, voor te zetten in 2016. Wij zijn dan ook tevreden met wat nu voor ligt. Wel hebben wij nog een vraag. Voor alle genoemde prioriteiten is het wel van belang dat er voldoende politiepersoneel binnen ons gebied is. En onze vraag is, is de politie in ons gebied op sterkte? Dank u wel. Dank u. Meneer Iedema, SP. Dank u wel, voorzitter. Wij zijn bij dezelfde bijeenkomst geweest en we kunnen ook instemmen met de prioritering. Wij hebben ook een opmerking en dat sluit misschien wel een beetje aan bij meneer Gelling. En dat gaat over als men een aanklaag wil doen bij de politie of een aangifte wil doen bij de politie, dan hoort men nog wel eens van, zou u dat wel doen? En u kunt er wel vervelende gevolgen van ondervinden. Heeft dat te maken, mogelijk te maken met de onderbezetting van de politie? Dank u wel. Meneer Van Beek, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Mag ik misschien eerst nog even naar meneer Iedema, even een verduidelijking wat u nou precies bedoelde? Nou, bij ons komt wel eens kluiten binnen dat er in een buurt overlast is, bedreigingen, intimidaties. En dat de politie zegt van, dat de wijkagent zegt, zou u wel een aangifte doen, want u kunt er wel eens meer last van krijgen dan er voordeel van heeft. Op deze manier. Is mij duidelijk. Dank u wel. Voorzitter, wij
sluiten ons aan bij de vorige sprekers met betrekking tot de prioritering die we eigenlijk met z'n allen vastgesteld hebben op de avond die belegd is. Waarvoor dank trouwens en we zien alweer uit naar volgend jaar. Het lijkt mij goed dat de Raad in deze op zo'n avond zijn mening kan geven. In samenspraak met de politie en de andere gemeentes die deel uitmaken van onze regio. En ik denk dat het ook zo moet blijven. Daar laat ik het voorlopig even bij. Dank u wel. Mevrouw Kroon, Partij van de Arbeid. Ik was een beetje voorbarig met mijn vinger opsteken. Het is de heer Hofstra die over dit punt iets wil zeggen. Ga u gaan, meneer Hofstra. Dank u wel, voorzitter. Al veel over gezegd dat we in Vlagwedde een bijeenkomst hebben gehad met de gezamenlijke raden. Goed om hier weer bij stil te staan in de raad. Ook om de politiemensen te bedanken voor al hun goede werk. We hebben nog een opmerking en dat komt eigenlijk ook voort uit ontwikkelingen van de afgelopen maanden, om maar even zo te zeggen. We vragen om extremisme van alle snit goed scherp in de gaten te houden. Dan denken we bijvoorbeeld aan extreem rechts die weer actief zijn in de vorm van bijvoorbeeld de Nederlandse Volksunie die misbruik maken van inspreekavonden, waaronder die in Steenbergen. Er zijn ook bekladdingen geweest, ik geloof ook al in onze gemeente. En ook denken we aan de andere kant aan juist extremisme van bijvoorbeeld de salafistische kant van de Islamitische Staat. Dat die proberen kwetsbare mensen, vluchtelingen te ronselen. Graag een verzoek van onze kant om daar heel scherp op te letten. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Mevrouw Galema, portefeuillehouder. Aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Eigenlijk heel kort. Ik ben blij dat een aantal fracties constateert dat de werkwijze die we nu al een paar jaar hanteren om met elkaar te kijken, zo rond de zomer van wat de resultaten zijn geweest van het jaar daarvoor, welke trends en ontwikkelingen we zien, en om daardoor stil te staan van wat eigenlijk zeg maar de regionale, lokale prioriteiten zouden moeten zijn voor het volgende jaar. Op zich werkt het volgens mij heel goed om dat inzicht te hebben en ook even de tijd te kunnen nemen om dan vragen aan de politiefunctionarissen te kunnen stellen of een extra toelichting van waarom welke inzet wordt gepleegd en op welk moment welke prioriteit wordt gehanteerd. Volgens mij werkt het goed en zijn we in die zin in het kader van openbare orde en veiligheid best goed bezig. Is het politiepersoneel op sterkte? Ja, meer dan dat. Wij hebben op dit moment binnen ons basisteam Ommelanden-Oost nog meer mensen in dienst dan wij formeel per 1 januari 2016 zouden hebben. Hebben we ze allemaal al op de juiste plekken? Nee. Dus er moet nog wel wat geschoven worden in het hele bestand van Noord-Nederland, waarbij hier en daar wat meer deskundigheid op bepaalde plekken zal komen en waardoor langzamerhand, zeg maar vooral in de provincie Groningen, het aantal wijkagenten wat zou verminderen. Dat is het voorstel wat we ooit met z'n allen hebben afgesproken. Momenteel zijn we op sterkte. Zijn we dan op sterkte om alle prioriteiten op dit moment zeg maar die aandacht te geven die we zouden willen geven, zoals we ook in het regionaal beleidsplan hebben vastgesteld? Nee. En dat heeft alles te maken met de instroom die op dit moment plaatsvindt van vluchtelingen. We weten dat er landelijk gezien een groot deel ook van de politie is ingezet voor de controle op zeg maar binnenkomst en om het vaststellen van wie is met welke documenten en of dat klopt. En dat betekent natuurlijk dat je die mensen niet op een andere plek kunt inzetten. Dus er wordt wel geschoven met prioriteit op dit moment. Maar als het gaat over de basispolitiezorg, daar waar die nodig is, is er altijd voldoende zeg maar politieformatie in de regio. En dan schuif je ook wel eens van het ene team naar het andere team. Ik begrijp niet het voorbeeld wat meneer Iedema van de SP noemt. Ons bereiken wel eens geluiden. Ik vind dat zo algemeen geformuleerd dat ik er eigenlijk niks mee kan. Als u voorbeelden heeft van waar daadwerkelijk, en u noemt intimidatie of bedreiging in een omgeving, in een wijk, plaatsvindt, en u krijgt de toelichting van het
geheel wat er dan is gebeurd. Niet alleen een opmerking, er is mij geadviseerd door de wijkagent om dat maar niet te doen. Maar dan wil ik het hele verhaal horen. Want bedreigingen en intimidaties in wijkomgevingen, dat hoort niet. Als jij echt wordt bedreigd of geïntimideerd door een buurman of een buurvrouw en je meldt dat, dan moet dat opgenomen worden. Ik zie ze ook regelmatig in de overzichten van de politie, we bespreken ze ook. Dit is voor mij nieuw, dat wijkagenten zouden zeggen van, nou weet je, doe maar geen aangifte. Als hij denkt van, ja, ik weet niet helemaal of het verhaal van A goed is en het verhaal van de buren van B waar ze last mee hebben, dan kan ik me voorstellen dat hij probeert om de mensen met elkaar in contact te brengen. Maar daar waar echt intimidatie plaatsvindt, waar iemand aangifte van wil doen, kan dat ten alle tijde en zou dat ook moeten gebeuren. Voorzitter. Meneer Iedema. Ik zal een persoonlijke mail aan u sturen. Hierover. Ja, ik wil dan graag echt een voorbeeld, want dan kan ik er ook verder naar vragen. Ja, is goed. Ja, en wat u noemt, meneer Hofstra, de aandacht die er moet zijn in het kader van de vluchtelingenstroom en de reacties vanuit het rechtsextremisme of vanuit de andere kant, het jihadisme, daar zitten we volop en houden we in de gaten. Voor zover dat kan, kan nooit de hand in het vuur steken dat nooit iets zou kunnen gebeuren. We hebben inderdaad ook al een beklaring gehad, zijn we bovenop gaan zitten en dat is rustig en goed. Gedempt in die zin weer. We hebben ook de mensen op het oog die dat gedaan hebben. Dus we zijn attent in de regio. En de hele stroom vraagt alleen maar om dat dag en nacht te blijven. Voorzitter, ik denk dat ik de opmerkingen en de vragen daarmee beantwoord heb. Ja, dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn? Nee? Dan kan ik concluderen dat de Raad het eens is met het beslispunt en over de beleidsprioriteiten politie-inzet 2016. Geef ik de voorzitter samen weer terug aan mevrouw Galema. Dank u wel, mevrouw Sterenborg. En dan ga ik met u wel vinden naar agenda punt 13. De verordening BIS Centrum Stadskanaal 2016. Wie? Ja, ja, zeker. Iedema, Kroon, Pals, Sterenborg, Mellies en mevrouw Sanders. Mevrouw Sanders, CDA. Voorzitter, met belangstelling hebben wij de verordening BIS Bedrijven Investeringszone gelezen. Het is een mooi en positief initiatief. De afgelopen jaren heeft deze investering zich bewezen. Het is gebleken dat er voldoende draagvlak was en we hopen dat er vanaf nu ook voldoende draagvlak onder de ondernemers is om de verordening vast te kunnen stellen. Dit houdt in dat de helft van de ondernemers of meer een financiële bijdrage leveren zoals afgesproken. De afgelopen 5 jaren zijn door alle partijen goed bevonden en een levendig en sfeervol centrum met extra klandizie was het gevolg. Daar moeten wij mee doorgaan, denk ik, in deze vertrouwde vorm. Tot zover, dank u wel. Dank u wel, mevrouw Sanders. Meneer Iedema, SP. Ja, wij hebben ook gelezen dat de ondernemers hoogstwaarschijnlijk wel akkoord gaan, omdat ze erg tevreden zijn over de BIS gebeuren. Wat wel een klein beetje speelt, dat is, er staat sfeervol in. Wij vinden natuurlijk heel erg belangrijk dat heel veel winkels bezet gaan worden in de gemeente. Ik sta even los van dit punt. Maar als de ondernemers akkoord gaan, dan moeten wij ook akkoord gaan, vind ik. Dus u stemt in met voorstel? Ja. Mevrouw Sterenborg, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Eind 2011 is de BIS in werking getreden en de ChristenUnie kan instemmen met de verordening. Onder aanpak, uitvoering, voortgang wordt gesproken over een evaluatie. De vraag daarbij is, heeft er de afgelopen 5 jaar ook een evaluatie plaatsgevonden? Tot zover. Dank u wel, mevrouw Sterenborg. Mevrouw Kroon, Partij van Arbeid. Dank u wel, voorzitter. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten, is een van de belangrijkste pijlers van de Partij van de Arbeid. Dit principe gaat bij deze verordening niet op. Kleine of grote ondernemer, ze betalen alle hetzelfde bedrag. Toch stemmen wij in met dit voorstel en hopen dat er straks een nieuw voldoende draagvlak is voor deze
verordening voor de komende 5 jaar. Is er voldoende draagvlak, dan betekent het dat iedere ondernemer in het centrum mee zal doen. Ook de ondernemers, vaak de grote namen, die hier wel gevestigd zijn, maar geen binding hebben met onze gemeente. Ook zij zullen dan opnieuw bijdragen aan de verschillende activiteiten die in Stadskanaal worden georganiseerd. Niemand kan zich onttrekken, de bijdrage wordt namelijk door de gemeente geïnd en als subsidie aan de ondernemers uitbetaald. Zoals gezegd stemmen wij van harte in voor deze BIS-verordening. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Kroon. Meneer Pauls, D66. Ja, voorzitter. De BIS is een mooie vorm van samenhang tussen winkeliers, denk ik. En ook een hele mooie uitvinding om mensen naar je centrum te trekken. De BIS is echt een uitwas geworden van hoe het toegaat tegenwoordig als je winkelier bent. Je bent niet alleen meer winkelier om je eigen toko uit te baten, maar je moet er ook voor staan om entertainment, vermaak en dat soort zaken naar je centrum te halen. Want anders loopt het centrum niet en komen bezoekers niet op het centrum af. Dus vandaar alle complimenten dat BIS niet weer opnieuw op de agenda staat en dat de winkeliers weer opnieuw hebben toegezegd mee te willen doen met de BIS. Alhoewel wij daar nog wel een paar vragen over hebben. De Algemene Handelsvereniging heeft op 29 september heeft het die avond erover gehad. En onze vraag is, wat is er eigenlijk geëvalueerd op die avond en wat is daar nu uitgekomen? Kunnen we daar een pijl uittrekken van de meerderheid is positief? Ik weet niet hoe nou die stemming rond de winkeliers gegaan is, dus daar graag een antwoord op. De juridische consequentie van het hele BIS is dat er alleen bij voldoende draagvlak de verordening in werking kan treden. Nou is het woordje voldoende is net zoiets van wij zullen iets inleveren voor en voor in die tijd. Dus dat voldoende is toch een beetje, voor ons is het een beetje onduidelijk. Dus we horen graag van het college wat die verstaan onder voldoende. En dan de laatste vraag. Ja. Meneer Hofstra, Partij van Arbeid. Volgens ons moet gewoon minstens een tweederde reageren en minstens de helft daarvan akkoord zijn. Dat is volgens mij voldoende draagvlak. Staat volgens mij gewoon in het stuk. Okay. Ik vraag het toch, want ik denk als je tweederde draagvlak hebt en dat is net iets onder die tweederde, is dan en het licht wat ik heb gezegd van dat het winkelcentrum heel belangrijk is dat er activiteiten plaatsvinden. Wordt het dan ook afgeschoten? Dat is een beetje de. Dan vraag ik, laat me het anders stellen, dan vraag ik naar de marges van het draagvlak. Hè? Dat is dan misschien al helderder geformuleerd. En de laatste vraag is de evaluatie. Ook wij hebben dat gemist, net wat de ChristenUnie ook heeft opgemerkt. Wij zijn er ook erg nieuwsgierig naar wat de evaluatie is geweest. Tot zover onze bijdrage. Dank u wel, meneer Pauls. Meneer Mellies, fractie Mellies. Ja, dankjewel voorzitter. Nou, ik kan heel erg kort zijn. Wij stemmen in met dit voorstel. Wel hebben we even een verzoek of een vraag richting het college. Als we straks deze verordening vaststellen en die draagvlakmeting gaat plaatsvinden, kunnen wij daarvan op de hoogte gehouden worden? Nee? Nou, dat was mijn vraag. Dankjewel. Het wordt bijna een standaardvraag. Als u hem goedkeurt, wordt het uitgevoerd op een gegeven moment. En als het woord draagvlak er is, wordt het geïnd. We gaan niet alles tussendoor. Ik bedoel meer als... mondeling, Allah. Ja, goed, dat is mij ook best. Ik ben gewoon echt benieuwd naar zo'n uitslag van een draagvlakonderzoek. Dank u wel. Jawel, maar ik probeer de formatie, dat begrijpt u ook meneer Mellies, dat we zo weinig mogelijk op een gegeven moment allemaal tussentijdse informatie moeten verstrekken, schriftelijke rapportages en dergelijke, om gewoon de verhouding, formatie, middelen, et cetera, zo streed mogelijk te houden. Begrijpt u wat ik bedoel? Ja, ik begrijp wat u bedoelt. Zo. Fijn. Wethouder Gelling, de BIS. Voorzitter, dank u wel. Voor wat betreft de
bedrijveninvesteringszone Centrum Stadskanaal. Allereerst wil ik u dankzeggen voor de positieve geluiden die u daarvoor heeft. En ik denk dat dat volledig doorgespeeld kan worden richting de winkeliers, de ondernemers hier in het centrum. Concreet een aantal vragen. Het eerste ten aanzien van de respons. Er dient een respons te zijn van 50%. En indien 2/3 daarvan positief is, zal er sprake zijn van een continuering. En dat is heel concreet. Mocht blijken dat zich dat net op een snijvlak plaatsvindt, dan kan er overwegen worden om nogmaals tot vraagstelling over te gaan. Maar er kan ook worden besloten van dit gaan wij niet doen. Maar dat is uiteraard afhankelijk van de resultaten. En dan voor wat betreft een evaluatie. De vorige verordening is vastgesteld in 2010. Heeft uw raad in 2010 gedaan. De invoering daarvan heeft plaatsgevonden per 2011. Dat heeft enige tijd gevraagd en dat ziet u ook in het voorstel ziet u dat staan. Dat heeft gemaakt dat er voor wat betreft de einddatum bij de winkeliers wat onduidelijkheid was. Waardoor zij zich vergist hebben in de einddatum en eigenlijk daartoe nog niet zijn gekomen tot een hele concrete evaluatie. Wat wel bleek tijdens de algemene ledenvergadering was, want daar is inderdaad dat punt van de BIS weer aan de orde geweest en de continuering daarvan, dat meerderheid zich daar wel positief heeft uitgesproken. Maar er heeft namens de ondernemers, namens de centrumwinkeliers, nog niet een evaluatie plaatsgevonden. En daarmee heb ik volgens mij antwoord gegeven, voorzitter. Dat gaan we dan even peilen. Daarmee alle vragen en opmerkingen meegenomen door de wethouder. Dat is blijkbaar het geval, wethouder Gelling. Is het juist als ik concludeer dat u geen behoefte heeft aan een tweede termijn, of vergis ik me nu? Geen behoefte? Kunnen we daarmee stellen dat we de verordening unaniem vaststellen? Aldus. Gaan we naar agenda punt 14, het bestemmingsplan Musselkanaal Sluisstraat 72. Wie wil daarover het woord voeren? Maarsing, Sterenborg, Hofstra en Segers. Mevrouw Segers, SP. Ik kan er eigenlijk heel kort over zijn. Als ik zo zie wat het na de sloop voor ruimte heeft gegeven, denk ik dat het een goed ding is geweest dat het pandje verdwenen is. En als het een mooie tuin wordt, wordt het nog beter. Dat is alles. Dank u wel. Meneer Hofstra, Partij van Arbeid. Ja, ook wij even kort een klein postzegelbestemmingsplantje. In het kader van waardebehoud onroerend goed is er een huis gesloopt. En op die plek waar het huis eerst stond, dat die kaal is verkocht aan de buurman. De buurman maakt er een tuin van en de bestemming woning moet eraf en de bestemming tuin moet erop. Dat vinden wij prima, dus akkoord. Dank u wel, mevrouw Sterenborg, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Ook de ChristenUnie kan instemmen met deze wijziging in het bestemmingsplan. Dank u wel. Meneer Maarsing, CDA. Ja, voorzitter, wij willen er nog even iets meer woorden aan besteden, omdat het stuk met zoveel woorden is omgeven. Uiteraard zijn wij akkoord met dit plan. Zo hadden wij ons de uitvoering van de BOG, Stichting Waardebehoud Onroerend Goed, ook voorgesteld. Het mes snijdt hier niet aan twee, maar aan drie kanten. In de eerste plaats op het perceel wat het betreft, want u hebt een uitstekend inzicht gegeven, zonder het te zien hoe het er werkelijk bij stond. Dank daarvoor. Het was ook precies zo toen we gekeken hebben. Het was namelijk een foto. Toen het pand er nog stond. En ja, dan snijdt het mes echt aan drie kanten. Maar als je dan ziet hoe zo'n stukje verbeterd wordt, drie percelen. En in Musselkanaal, waar nog wel eens een keer wat kritiek is in de richting ook van deze raad. En toch ook weer op Musselkanaal een stukje verbetering opknappen. En dat wegbestemmen vinden wij heel uitstekend. Dan vraag je je wel af, voorzitter, als je al die stukken leest, wat maken wij het elkaar moeilijk in dit land? En we hebben het over cultuur, historie, archeologie, water, geluid, hinder, bodem. En wat kunnen we allemaal nog meer verzinnen? Om zo'n praktische oplossing aan het lens.
Dus wij vinden het eigenlijk een prima voorstel. En u hebt zich gehouden aan de regels. Logisch ook. En er was nog één vraag die staat open. Dat wordt uit de pot zus en zo betaald. En wat kost dat? Wij vragen niet naar de kosten. Wij gaan akkoord met het voorstel. Dank u wel, meneer Maarsing. Wethouder, wilt u nog reageren? Wethouder Gelling. Ik denk dat ik vanaf deze kant dank kan zeggen voor de positieve geluiden en de instemming van fracties. Dank u wel. En een mooi compliment aan de organisatie, denk ik, met al die drukte eromheen om zo'n stuk te produceren. Ja, we zijn in deze denk ik volledig geweest. Geweldig. Agenda punt 15, nog zo één. Bestemmingsplan Onstwedde, Alteveer en Mussel, Landlaan, Jabbingelaan. Wie? Alleen mevrouw Sterenborg? Nee, meneer Hofstra zie ik en meneer Maarsing. Mevrouw Sterenborg, ChristenUnie. Ja, dank u wel. Ook bij dit agendapunt kunnen wij akkoord gaan met de wijzigingen van het bestemmingsplan, zodat er een mooie zorgvoorziening mogelijk gemaakt kan worden. Dank u wel. Dank u wel, meneer Maarsing, CDA. En vanavond even wat van de complimenten, denk ik. Maar als het niks is, dan moet je het ook zeggen. En als het goed is, moet je het ook gewoon zeggen. Nou, dit is gewoon goed. En waarom zou je, kun je dit onder andere toetsen? Als je een infoavond hebt en houdt en je hebt daar 70 personen, is dat natuurlijk toch wel heel veel. En dat, dan geeft dat ook aan dat het speelt in zo'n streek, in zo'n buurt, in zo'n dorp. Wij zijn er ook voor. En wat ook heel goed is, dat u zeg maar bij de bestemming, nieuwe bestemming, uitvoering van die Jabbingelaan, dat u zegt, nou, twee woningen, dat kan twee onder één kap, kan in bestaande gebouw, kan met lichte bedrijvigheden, kan. Alle ruimte wat mogelijk zou zijn om die bestemming ook weer ingevuld te krijgen. Nu zijn wij als raad niet van de stoeptegels en zo en weet ik wat. Maar nu kwam ons ter oren dat op een van die stukken grond, zeg maar, waar nu braak ligt, dat de jeugd daar, en soms ook wat ouderen, iets jonger dan ik, dus dat is jeugd, dat die daar volleyballen en zo. Nu zijn wij niet van de stoeptegels. Het zou misschien toch niet verkeerd zijn, want die willen daar graag ook blijven volleyballen, maar niet op die plek. Als u toch eens bijvoorbeeld met Ocrea of zo, dat u eens een keer overlegt. Goed, wij zijn niet van de stoeptegels, maar het is fijn dat iedereen zich thuis voelt in zijn eigen omgeving. Wij gaan akkoord met het voorstel. Dank u wel. Dank u wel, meneer Maarsing. Meneer Hofstra, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij is het heel praktisch als we in het vervolg meneer Maarsing als eerste aan het woord laten over bestemmingsplannen. Dan zijn de andere fracties snel klaar. Overigens, heel hartelijk bedankt voor de tractatie, meneer Maarsing, die net is rondgedeeld. En namens onze fractie ook nog de hartelijke felicitaties. Bestemmingsplan. Ik zal het doorgeven, thuis doorgeven. Dank u. Hartstikke goed. Bestemmingsplan. Wij wilden inderdaad ook nog even bij stilstaan dat wij het heel mooi vinden dat er 70 mensen, maar liefst 70 mensen, op een informatieavond komen. En er zijn ook geen zienswijzen geweest, dus in die zin nemen wij aan dat dat een positieve avond is geweest met positieve reacties. Dus wij stemmen van harte in met dit bestemmingsplan. Dank u wel. Dank u wel, meneer Hofstra. Wethouder Gelling. Ik hoop dat u mij toestaat dat ik het wederom maar vanaf deze kant doe. Eveneens dank voor de positieve geluiden. Wij waren ook verheugd met de goede opkomst voor de inspreekavond en het resultaat wat dat heeft mogen hebben. We hebben inderdaad getracht om mogelijkheden open te laten, weliswaar binnen kaders. De opmerking van de heer Maarsing zullen we meenemen. Goede suggesties zijn altijd welkom. Maar voor wat betreft het concrete voorstel, dank voor de goede geluiden. Dank u wel, wethouder. Terechte conclusie om voor te stellen dat het besluit genomen is met unanieme stemmen. Aldus, dan is er nog één punt zonder debat. Dat is de vaststelling van het vergaderschema.
En dat is deze hamerklop. En voordat ik de vergadering sluit, wil ik namens iedereen, meneer Maasing en vooral zijn echtgenoten, van harte feliciteren en danken voor deze lekkere tractatie die nog net op tijd is binnengekomen. Ja. Dank u wel. Tot 9 november in deze raadzaal, in deze samenstelling.